This is hilarious. Go ahead. Okay. Hello, Limburg. Welcome to London 2012 and the Olympics. It's absolutely brilliant here. The sun is shining. Enjoy the show. Hele goede avond, dames en heren, vanuit het Olympisch Stadion in Stratford, London, Limburg in Londen. Atleten, die hebben we niet in deze periode, dus is het zoeken naar Limburgers in Londen. En dat is voor veel verslaggevers niet zo eenvoudig. Het wordt er niet gemakkelijker op als Limburgse verslaggever zo aan het einde van de Olympische Spelen. Want er is vrijwel geen Limburgse atleet meer te zien. Kun je eens noemen wie er allemaal uit zijn? Peter Hellebrand. Maaike Kalers. Jurie Verlinde, helaas. En dan wordt het moeilijk. Dan weten we het niet meer. Maaike Het? Maaike Het. Dion Drees is inderdaad. Ja, we zijn toch de Limburgse regionale omroep, dus zoeken we toch naar Limburg in Londen. Limburg. Limburg. Wat daar? Limburg. Luxemburg. En dan klinkt dit bord bekend. We kennen het van Jos Verstappen. No, not really. Only other than watching André Roux in orchestra. He's a violin player. In concert, he's done a concert on the television recently in Limburg. You know André Rieu? Yes, André Rieu, yeah. Do you know Limburg? No. En dus gaan we verder met onze speurtocht naar Limburg in Londen. En vinden we misschien hier wel een aanwijzing bij Holland? Do you know persons from Limburg? Nee. Do you know Limburg? Nee. Nog even doorzoeken dus. Misschien bij dit metrostation. Limburg. No? Nevada. What are you talking about? What's Limburg? En zoals altijd in dit soort reportages, als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Limburg. Yeah, I've heard that name actually. I think if you just go straight ahead and do a right, it's on your left hand side. Good morning. Hello, good morning. How may I help you? I am looking for Limburg. Mr. Limburg? Is it Richard Limburg? Richard Limburg? Richard Limburg? Perhaps Limburg? Well, we have a Mr. Richard Limburg who works here on the 6th floor. Just come through the gates and then on your left elevators on the 6th. Hello, welcome. I'm Richard Limburg. Please come in. Make yourself comfortable. I am who I am. Who I say I am. Richard Limburg. L-I-M-B-U-R-G. En Limburg in Londen blijkt dan een hele hoge pief van een organisatiebureau in hartje Londen. My late father always told me that the family had come from Limburg, in the UK, it's an unusual name. Ah. Hello, Richard Limburg speaking. How can I help you? Richard Limburg is geen uitgesproken sportfanaat, maar hij volgt de Olympische Spelen wel. Met een schuin oogje naar Limburg, maar toch vooral naar zijn eigen landgenoten. I'm obviously a supporter of the British team, so that's where my true allegiance lies. Oh, my golly. En het komt voor hem natuurlijk ook als een volslagen verrassing, dit bezoekje van de gasten uit Limburg. Maar hij vindt het wel leuk. How wonderful, thank you so much. Adieu wel. Bye. Doe het dan nog maar eens. En hij deed het vandaag. Laat het hier ontploffen in het Friesland Heinekenhuis. Epke Sonderland! Let's go. Hij is publiekslieveling nummer 1. Epke Sonderland. Heel Nederland omarmt zijn brede schouders. Zijn gouden medaille is voorlopig de meest opvallende gouden plak van Nederland. En dat was te merken gisteren.
Nu komt het, de drie combinaties. Daar is de, ja, de eerste. En de tweede. En de derde. Jawel! Hij heeft het geflikt. Drie vluchtelementen op rij. En er ontstaat een enorme euforie hier. Dan de anderhalve draaien elf leef. Maar het is nog niet klaar. Het is nog niet gedaan. Dit is belangrijk nu wat nu komt. Die salto, de Gaylord 2. Kan die doorgaan? Ja, hij kan doorgaan. De afsprong. Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat! Ja, dat was het Olympisch nieuws. Over 4 jaar is golf voor het eerst een Olympische sport. En dan komen we ook misschien wel Limburgse golfers tegen. Er wordt in ieder geval gewerkt aan een nieuwe lichting, een nieuwe generatie. Frank Monen zorgt zo. Golf is een van de sporten in opkomst. In Nederland zijn er al bijna 1 miljoen mensen die de sport beoefenen. En dat kan van jong tot wat ouder. Hoe lang golfen jullie al? Verschillend. Ik 3 jaar. How long do you play? 5 jaar, 2 jaar, 25 years? Huh? 15 years, 15 jaar. En zijn de Olympische Spelen nog haalbaar voor een van jullie? Ik denk het niet. Bovendien is golf volgens mij geen Olympische sport, als ik me goed herinner. Ik heb nieuws voor je, over 4 jaar wel. Over 4 jaar? In Rio. In Rio, nou dan meld ik me nu aan. Took a hit, a good hit, like a car into the wall. What a hit, a real hit, but I thought I'd seen it all. Deze Chloé Schreurs uit Ubachtsberg is pas 12 jaar, maar ze zit wel al in de talentengroep die als doel heeft ooit een keer de zomerspelen te halen. Is dat een droom of een haalbare missie? Over 4 jaar is al heel snel. Qua leeftijd zou het officieel mogen volgens de regels van de IOC, maar ik zet meer het geld op 4 jaar later. Wat zijn de Olympische eisen? Ze moeten volgens mij in de top 100 van de wereld zitten. En dan mogen er maar 2 per land kwalificeren. Dat is zoals ik het nu weet, maar ze kunnen het nog veranderen. En dat betekent wel dat ze wat kansen krijgen. Ze moeten, zoals bij elke sport in de Olympische Spelen, 16 jaar zijn of in dat jaar 16 worden. En dat komt bij de kinderen van het talentteam allemaal net goed uit. Ja, hij zit erin. Chloé, in hoeveel keer had je deze baan nu? 5. En is het een beetje goed? Ja. Maar er stond nog veel wind, hè? Staat veel wind? Ja. Niet zo gunstig? Nee. Waarom ben jij nou gaan golven eigenlijk? Mijn opa had me een keer meegenomen en toen vond ik het heel leuk. En toen, een paar jaar later, ben ik opgenomen in het talententeam. Dus je bent best wel goed? Ja. Hoe oud is Tiger Woods? Tiger is volgens mij 36, zeg ik het goed? Je kan nog wel een paar jaar mee, denk ik, of niet? Tiger Woods kan nog aardig wat jaren mee. Wanneer is een golfer op zijn best? Wanneer heeft hij zijn top? Ik denk eind 20, begin 30. Dan zit je fysiek, mentaal toch in een gebied waar je goed kan presteren. Maar het is heel lastig te zeggen. Tom Watson zit al begin 60 en speelt nog steeds bij de topspelers mee. Hij kan het niet meer elke week, maar als hij zich richt op een toernooi, dan doet hij bovenin mee. Ja! Super! You did it! You did it! Okay. And that is recorded. In de jaren 1900 en 1904 stond golf ook op het Olympisch programma. Daarna niet meer. En daarom kwam er de laatste decennia een flinke lobby tot stand. En die heeft nu dus succes. The Irish are going to win very, very well there. The Irish people, yeah? Yeah. Why? Rory McIlroy, Clark. Oh, we have so many. Patrick Harrington. No Tiger Woods. Thank goodness, but. Maar er is nog een sport die ook Olympisch wordt. Weet u welke? Een soort quiz doen we nu. Ja, ik ben even aan het denken. Golf en beach volleyball. Het is toch niet voetbal, hè? Gaelic voetbal. No. Ja, het is een soort van voetbal, maar dan iets stoerder. Rugby? Ja, rugby. Rugby, really? No, I must say, I did not know that. I didn't know that. Bij het rugby is de kans niet groot dat Nederland over 4 jaar vertegenwoordigd is. Het is immers geen Nederlandse sport. Golf is dat duidelijk wel, dus daar zijn er toch wel wat mogelijkheden. Ja, want dan kan ik proberen om in 2016 mee te doen.
Dat is jouw doel, 2016. Ja, of 2020. En dan heeft ze dus nog genoeg tijd om te oefenen. Want ballen als deze, vlak voor de hole, die moeten er wel in. I'm dying for these jokes. We're gonna have a good laugh. Let's get going. Hello, ladies and gentlemen. I come from Kerkrade and I gonna vertel a wits. A möpke. And it's like that. There is a man, he wants to go to London and from the Big Penny where the tower stands. And he says, take the wifi, he's with my wife, we go with the car. Not in gewöhn car, that is an auto. And they went then to London, and if they want to go to London, the man says, I go with the car. I go with the auto and I do even auto ride tot Remung, even look what it is like. Like when you drive at the left side from the street. Now comes the man at the home, at his wifi, and he says, we don't go to London where the Big Penny is. When I have driven to Remung at the left side, but I don't go to England. We stay apart, we get a boom boom. You snap it? I do snap it. Yeah, that's best one, look. Did it come over? It's hello? I thought you'd finished. No. No, it's quite funny because actually in England we also had jokes about going on the right side. And they made a joke that the Irish were going to try to drive on the right side, but they just wanted to start with the lorries. Do an experiment only with the lorries. So it's a bit, you know, that crazy sort of thing. No, it's okay, but very difficult to understand. Hey, bye bye! Markt. Ja. 100%. Ja? Ja, 100%. Waar komt dat vandaan? Zit in de familie? Nou, dat in de familie zit, weet ik niet, maar ik denk dat ze de laatste jaren dat wel bewezen heeft. Ik heb altijd op het juiste moment gepresteerd. En die corner waar veel over gesproken wordt, die gaat ook komen. Mm-hmm. Dat weet ik zeker. En dat zegt ze zelf ook, dat lukt nou niet, maar op het moment dat ze moet staan, als het team dan nodig heeft, gaat het helemaal goed komen.